Het gat met de veilige plaatsen is voor VVSB 6 punten. Het is nog te vroeg in het seizoen voor paniek, maar voorzichtige onrust, dat mag het toch wel zijn in Noordwijkerhout. De vrije trap voor VVSB met Kevin Brans. Brans probeert het eens en heeft geluk. Dat kan je toch wel stellen. En is dit het gelukje dat VVSB nodig heeft? Keeper Cornelis gruwelijk in de fout. Ja, hij mag zijn handen gebruiken als keeper, maar doe dat niet. Een flater die VVSB wellicht kan helpen in dit tot nu toe dramatische seizoen. Jansen met een vroeg antwoord, maar hij schiet voorlangs. De treffers en uitwedstrijden geen gelukkige combinatie tot nu toe. 2 van de 11 punten pakte de ploeg op vreemde bodem. Boy van de Beek. Ars. Sjoerd Ars, dat gaat wel heel makkelijk zeg. En daar staat het alweer 1-1. Natuurlijk, het is een prima spits. Maar wat laat Baptiste zich daar simpel uitkappen. En dan is er ook voor doelman Valk geen houden meer aan. 1-1 de ruststand tussen deze twee klassieke zondagclubs. Ze speelden al 16 keer tegen elkaar. VVSB heeft de overhand. Ze wonnen 7 keer. Keukens. Van de Beek en Valk met de voeten. Maasdorf kan het ook nog doen en weer de voeten van Valk. De treffers krijgt langzamerhand de overhand in Noordwijkerhout. VVSB moet terug. Daar komen ze weer met Havar. Havar, de punter is link. En daar ontsnapt VVSB. Keukens met de inworp. Die wordt verlengd. En wat staat Havar daar vrij? En zo komen de treffers op 1-2. Het euvel van VVSB is verdedigen. En dat wordt hier nogmaals geïllustreerd. En kijk, die woede bij de doelman. En de gelatenheid bij Honsbeek. Zij vorige week, ik weet hoe het werkt in de voetballerij. Je kan niet een hele elftal ontslaan. Donkere wolken pakken zich samen boven Honsbeek. Ars. En daar staat Jankovic. En het is 1-3. En weer zoveel vrijheid. En weer 3 tegentreffers voor VVSB. Dat is ongeveer het gemiddelde. En dus staan ze troosteloos onderaan. Ook na de thuiswedstrijd tegen de treffers die met 1-3 verloren gaat. Balsponsor Peter Immerzeel.